Ja, en wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik heb dit blad voor mijn verjaardag gekregen. En jullie zien het geloof ik in spiegelbeeld, hè? Maar goed, dus hier staan nog wel eens leuke ideetjes in die ik ook wil uit gaan proberen. En naar de voorkant vond ik heel mooi. En hierin staat ook de techniek uitgelegd hoe je dat maakt. Aan de hand ook met een foto. En die wil ik gaan uitproberen. Ik heb gisteravond, of wat jullie net zagen, denk ik een stukje wat gelukt is, heb ik deze gemaakt. Gewoon lekker intuïtief kleuren waar ik zin in had. En een beetje ermee gespeeld. En dit vond ik wel een mooie basis zo. En nu wil ik deze foto wil ik erop gaan krijgen. Nu heb ik, zie ik dat ik niet rekening heb gehouden met het spiegelbeeld. Dus nou ja, verrassend hoe het er dan weer op komt. Maar dat ga ik dus nu kijken of dat lukt. Dit is zo'n laserprinter. Dus ik hoop dat de inkt goed overslaat op het papier. Leggen. Weet eigenlijk niet of ik het goede spul ervoor heb. Ik moest eigenlijk een gel medium hebben. Heb ik een gel medium? Acryl gel medium. Tjonge. Oké, ik wist niet dat ik die had, maar ik ga deze gebruiken. Die ga ik denk maar hier op een ding smeren en hierop smeren. En dan druk ik hem er zo op, had ik bedacht. Zo, ik denk dat zoiets. Dan druk ik hem erop en dan moet ik hem een uur laten drogen. Dan moet ik het velpapier eraf gaan peuteren. Dus, en dan hopen dat de inkt erop zit. En anders dan moet ik het toch gaan tekenen. Dus dat kan ook nog. Ik heb nog nooit met dit medium gewerkt. Dat is ook wel leuk. Er zitten nog glittertjes van iets in. Zal ik die er gewoon in laten zitten? Dan zitten die door de gel medium in. Dus komen er nog wat glittertjes in ook. Ach, oh ja. Dat doet gewoon. Nou, dat zien jullie natuurlijk niet. Dus ik denk dat het een beetje te veel is. Maar goed. Ik heb hier als het witte heb ik dat is gesso. Dat is, gebruik je meestal als een beetje kalkachtig gebruik je als ondergrondje. Dus daar hoop ik het. Hier. Echt geen idee. Misschien werkt het helemaal niet. Weet ik dat ook weer? Heb ik eigenlijk andere inkt dingen hebben? Neemt ook niet echt op. Nou, ik ga het hier een beetje besmeren. Hey, moment suprême.
En nu moet ik een uur wachten. Dus ga ik eventjes wat anders doen in dat uur. Eigenlijk moet ik nog volgens de klok een kwartier wachten, maar ik ben een beetje ongeduldig en ik ben heel nieuwsgierig. En ik heb er nog eentje hierop gemaakt. Een sneltreinvaart. En ik had al een beetje gegluurd en hij zit er maar een paar minuutjes op. Maar ik zie wel al, ik jullie kunnen zien dat de afdruk wel al gepakt wordt. Dus ik denk van, nou ja, deze zal dan ook wel klaar zijn. Die ligt er al langer op. Dus ik ga het heel voorzichtig proberen. Scheurt het wel de hele papier kapot. Op zich zou dat niet moeten geven. En kijk, wel een leuk effect hier dan ontstaat. Het is niet alsof je een cadeautje aan het uitpakken bent. Kijk dan wat eronder ligt. Ik zie dat ik het hele papier eraf wrijf. Ik weet het nog zo net niet of die nou gelukt is of niet. Misschien is het niet nat genoeg geweest. Eigenlijk haal ik het gewoon papier er weer af. Scheuren. Poeh. Volg het maar gewoon. Ik maak mijn vingers een beetje nat. Er gebeurt er wel iets. Er gebeurt wel iets, ik zie alleen nog niet een figuur. Oh jawel, wacht. Het is natuurlijk het spiegelbeeld. Ik zat hier maar te wachten op dat meisje, maar ik zie nu hier de boomstam. Jawel. Dus ik denk dat dat de truc is, gewoon je handen nat maken. Dan komt hij er gewoon doorheen. Ik zie hem ineens. Wat grappig. Zien jullie het ook? Weet niet of je het kan zien, maar hier komt de boomstam. Ik dacht echt dat het een meisje zou zijn. Maar goed, handen nat maken dus, dat helpt. Wat grappig. Ach ja. Ik zie alleen dat ik de helft af heb gehaald. Ik zie alleen nog benen. Benen en een hand. Ik had hier te weinig gesso ook. Gelukkig toch loopt hij niet helemaal.
Dat is jammer. Het is alleen een beetje. Ja, dat ziet een beetje raar. Ziet het eruit. Dan moet ik eigenlijk de foto er weer bij halen. Ja, gelukt en niet gelukt. Oh, wacht. Hier staat haar hoofd. Tjonge, dat is grappig. Je ontdekt steeds meer eraan. Oh, wacht. Ja, wat gek. Jawel, ze staat er wel op. Oh, wat bijzonder zeg. Heel bijzonder dit. Al te veel aan peuteren. Mooi. Tjonge. Kijk. Staat er wel op. Ik dacht dat ze weg was. Dat het niet gelukt was.